Goedemiddag allemaal en welkom op deze online open dag van de opleiding Business Studies. Ik zal me even voorstellen, ik ben Roel Abels, ik ben een tweedejaars student Business Studies en naast mij staat... Tom Noordhuis, dankjewel Roel. Ik ben vierdejaars Business Studies student en ik heb uitstaand profiel bedrijfskunde. En met ons gaan jullie de komende 10 minuutjes te maken hebben. Wij gaan een leuke quiz doen met jullie om een beetje de fun facts over de opleiding te leren. En dat je een beetje meer kennis over de opleiding hebt. Mm-hmm. Dus we beginnen met een quiz met z'n tweeën. Daarna geven we het woord aan Jacques en Koen inderdaad. Zij gaan inhoudelijk iets vertellen over de opleiding. Waar de opleiding voor staat, wat je gaat doen in de opleiding. Daarna gaan we studenten interviewen die nu op de opleiding zitten. Eerstejaars, tweedejaars, derdejaars, vierdejaars studenten. En daarna gaan we nog ook een interview met mensen die afgestudeerd zijn en inmiddels aan het werken zijn na de opleiding. Ook eventjes praten. Ik denk dat we maar gewoon gelijk met de quiz gaan beginnen. Ja, precies. Dus als jullie hier kunnen zien, zouden jullie graag naar slido.com willen gaan. En dan de code ook invullen 72408 of... Wat ook mogelijk is, jullie kunnen de QR-code scannen. Dus we zullen even wachten totdat er uiteindelijk wat mensen gejoind hebben. Dus dan gaan we daarna met de quiz beginnen. Roel, hoe bijvoorbeeld valt het nu bij de opleiding bij je? Bij mij valt alles goed. Ja, zoals ik net zei, in het tweede jaar. Ik ga voor de afstudeerrichting Human Resource Management kiezen. Je kunt twee afstudeerrichtingen kiezen. Ik ga voor Human Resource Management. En Tom gaat voor bedrijfskunde. Ja. Dus we hebben een keer twee verschillende soorten studenten ook hier staan. Tom is een vierdejaars student inmiddels. Ik ben een tweede, daarom heeft Tom ook eens een stage gehad. Je kunt misschien ook nog iets over jezelf vertellen over je stage. Ja, is goed. Nee, ik heb dan dus ook... Ja, ik ga niet alles weggeven voor de quiz, ja. Maar het is ook, er zijn heel veel verschillende stage mogelijkheden. En daarvan heb ik er wel eentje gebruik van gemaakt. Dus goed bevallen. Maar niks moet, alles mag. Maar het is zeer brede keuzes die je kunt hebben daarin. Dus, eigenlijk is het ook de hele opleiding. Het is een hele brede opleiding. Je kunt er alle richtingen mee op. Human Resource Management, bedrijfskunde. Dat zijn allebei ook hele brede richtingen. Je kunt er van alles mee doen wat je maar wilt na de opleiding, zal ik zeggen. Ja. Precies. Ik zie dat het al aardig vol aan het lopen is. Ja, daarom. Maar laten we nog eventjes lopen. Want, ja, kun je zeggen, ervaring leert dat met sommigen een paar minuutjes nodig hebben, inderdaad. Ja, ja. Om dan alles dan te coderen, te kunnen scannen, naam in te vullen. Dat is ook wel leuk om alvast te vertellen. We gaan die quiz doen, we stellen 10 vraagjes wat we gaan stellen over de opleiding. En aan het eind van de quiz zijn er prijzen te winnen. Ja. De plek 1, 2 en 3 sturen een leuke prijs op. Daar vertellen we straks ook nog iets meer over zelfs. Dus doe fanatiek mee. Hoe sneller je antwoordt, hoe hoger je score wordt. Ja, er is een tijdslimiet aan. 25 seconden per vraag. 25 seconden heb je om de vraag te beantwoorden. En hoe minder tijd je verspilt, zeg maar, hoe sneller je de vraag beantwoordt, des te hoger kom je nog. Precies. Als je hem goed hebt, tenminste, moet je wel de vraag betalen. Ja, wel als je goed hebt. Anders krijg je geen punten. Dat klopt, ja. Dus, zouden we anders maar langs gaan beginnen, Roel? Ja, want volgens mij zie ik niks meer joinen. Oh, jawel. Toch nog wel. Een beetje aan het bewegen. Laten we nog wachten tot misschien nog... Misschien nog 1 of 2 mensen erbij? Nee. Zeggen. Nee. Nou, ik... Dan zou ik zeggen, gaan we beginnen, hè? Dan gaan we beginnen. Dan gaan Roel, we voor jou vraag 1. Hoe lang is de loopafstand van Sittard Centraal naar de Linje toe? En Linje is het gebouw waar wij zitten als school. Is dat A, 1 minuutje lopen, B, 5 minuten, C, 10 minuten of D, 18 minuten lopen? Van station stap je uit de trein, ga je naar school toe, naar de Linje. En hoe lang is dat lopen? Ligt er misschien een beetje aan hoe snel je trein gaat. Dus je trein moet halen of je les moet halen, loop je iets sneller. Maar, dat klopt. Eens de kijken. De tijd is voorbij. En 44% is voor antwoord B gegaan, maar het is 10 minuutjes lopen. Ja. Ik heb lange benen, ik doe er meestal 8 minuutjes over, maar normaal gemiddeld is het 10 minuutjes. En meestal ben ik aan de late kant, dus moet ik iets sneller lopen. Mm-hmm. Maar het is ongeveer 10 minuutjes lopen, dus dat is prima te doen eigenlijk. Ja. En de treinen rijden om het half uur of de stoptrein om de 20 of 40 minuten. Ja, dan intercity om het kwartier. En dus je kunt, eigenlijk kom je altijd, je kunt niet echt te laat komen, zal ik zo zeggen. Nee, precies. Maar 5 minuten klopt als je gaat rennen. Als je gaat rennen, ja. Ik heb het ook wel eens gedaan met 5 minuten van de trein, ja. Eens kijken naar het scorebord. En Jur had het snelste. Binnen 7 seconden heeft hij antwoord. Seconden. Dat is heel snel aan de juiste antwoord. Ook belangrijk juiste natuurlijk. Antwoord. Niet te vergeten. Dan gaan we door naar vraag 2. Yes. Vraag 2. Wat is de voertaal bij Business Studies? Is dat A, Nederlands of B, Engels? Ja, Human Resource is Engels, maar bedrijfskunde is, klinkt weer heel Nederlands. Ja, dus het kan aan beide kanten op. Kan aan beide kanten op, ja. Dus, als je een A-B vraagt, dus 50% kans dat je het goed hebt. Ja, daarom.
Even afwachten. Nog ja, business studies is weer Engels. Business studies is wel, dat is een twijfelgevalletje. Eens kijken. Ik neem aan, het is twee derde heeft voor het goede antwoord gekozen. Dat is namelijk Nederlands. Dat is Nederlands. Ja. We hebben wel, Engels is in de opleiding verwerkt, maar je krijgt in het eerste jaar en het tweede jaar, hè, krijg je dan een blok Engels gewoon als apart vak erbij. Ja, dat is ja. Want tegenwoordig is het belangrijk om je Engelse taalvaardigheden te ontwikkelen natuurlijk. En is gewoon heel belangrijk tegenwoordig. En het voordeel is, je begint vanaf nul. Stel je zegt, ik ben geen ster in Engels, ik vind dat maar niks en ik heb altijd onvoldoendes gehaald voor Engels. Nou, je begint hier gewoon weer op het lekker niveau 0 en je kunt weer helemaal opnieuw opbouwen. Dus ja. Het is gewoon een stap klaar eigenlijk, zou ik zo zeggen. Ja, ja dan gaan we naar de volgende vraag. Maar eerst even kijken naar het scorebord. Nu was het Kira. Jur heeft een fout gehad. Jur had het fout. Iets te snel geklikt. Ja, Kira staat bovenaan. Maar er kan nog genoeg veranderen. Ja, er zijn vragen, nog acht vragen te gaan. Ja, zeker. Dus, we gaan snel verder met vraag 3. Welke afstudeerrichtingen kun je kiezen binnen Business Studies? Is dat antwoord A, Human Resource Management en Bedrijfskunde? Is dat B, Bedrijfskunde en Marketing? Is dat C, Human Resources en Management en Logistiek? Of is dat D, Ondernemen en Management en Beleid? Als ze goed hebben opgelet, ja. Hadden ze het antwoord gehoord. Dus goed opletten. We hebben ook andere dingetjes verklapt. Maar... ja, daarom, maar we gaan niet alles verklappen. Ja, zo, ze hebben opgelet. 95% heeft goed geantwoord, heeft goed opgelet. Inderdaad, Human Resource Management, wat ik ga doen. En Bedrijfskunde, wat Tom gaat doen. Ja, het zijn twee hele brede richtingen. Je kunt er alle kanten mee op. Ja, en het een sluit het ander ook niet uit. Hè? Nee, daarom. Ik wou net zeggen, als je Human Resources hebt afgerond, nou, je kunt net zo goed in de bedrijfskundige functie terechtkomen. Of als je bedrijfskunde hebt gedaan, een Human Resource functie. Ja. Dus, ja. Ja, zeker. Dan gaan we even kijken. En het is niet veranderd. Kira staat nog steeds bovenaan. Nina en Inge, ook nog alles goed. Dus, Het gaat nog lekker, maar komt goed. Vraag 4. Wanneer start je binnen dan je afstudeerrichting? Is het dan na 6 maanden? A, B, na 12 maanden? C, na 18 maanden? Of D, na 24 maanden? Dus dat is het punt wanneer je dan van de generieke fase dan uiteindelijk of HRM of bedrijfskunde gaat kiezen. Eens kijken. Afwacht, natuurlijk. Opleiding is al 4 jaar, dus misschien kunnen mensen een beetje inschatten. Maar ja, dus het kan alle kanten op. Het is flink verdeeld, het antwoord. Ja, ik kan zeggen. Het goede antwoord is C. Dat is na 18 maanden. Aan het eind van het eerste jaar doe je dan een keuze doorgeven. En dan heb je al 1 jaar lang dan tijd gehad om dan te kunnen kijken van wat vind ik nou leuker. Want er zijn ook soort snuffelstages ook in verwerkt in het eerste jaar. Ja. Om dan te kijken je wat je leuk vindt. Je gaat bij bedrijven kijken hoe jouw richting een beetje is. Je wordt er heel goed in geholpen. Ja. Ja. En dan heb je nog een half jaar in het tweede jaar wat je dan samen doet eigenlijk dan. Hè? En dan ga je daarna. Gaat ieder zijn of haar eigen kant op. Ja, anderhalf schooljaar en dan ga je eigen kant op. Ja. Ja. Eens kijken. Kira, niks veranderd. Niks veranderd, nog steeds hetzelfde. Ja, ja. Dan gaan we naar vraag 5. Wanneer ben je toelaatbaar voor de opleiding? Is het antwoord A met een MBO-diploma niveau 4? Is dat B, HAVO-VWO met een willekeurig profiel? Is dat C, de 21-plus toelatingsonderzoek? Of is het antwoord D, alle bovenstaande antwoorden zijn juist? Ja, kan allebei, maar we gaan dadelijk pas verklappen wat wij hebben gedaan. Maar dat zeggen we mogen niks vertellen. Je kunt eens opzoeken op Facebook wat we allemaal hebben gedaan van tevoren. Maar... ja, groot deel had het inderdaad goed. Alle antwoorden zijn juist. Het maakt echt niet uit wat je voor een vooropleiding hebt gedaan of voor een vakkenpakket je hebt gedaan. Ik heb dan op de HAVO gedaan, heb ik economie en maatschappij gedaan. Toevallig sluit dat dan aan op de opleiding, dat klopt. Maar je begint hier, zoals ik net zei, ook bij Engels, je begint echt op nul. Je kunt het allemaal zelf weer opnieuw opbouwen. Dus stel ik had biologie en natuurkunde gehad, had ik ook het kunnen doen. En als ik van een mbo-opleiding afkom, waar ik misschien... iets biologisch heb gestudeerd, kan ik hier alsnog instappen. Dus precies. Iedereen toegankelijk. En zo ook die 21-plus toets wat je moet afleggen. Dus toch 89% dat het goed had. Ja, dat is veel. Maar misschien komt er iets veranderd? Nee. Kira op 1, nee. Nina op 2, Floor op 3, Blumke op 4 en Maud op 5. Ja, dan gaan we verder maar met de volgende vraag. Dus hoeveel uur per week heb je gemiddeld les? Is dat A, 6 tot 12 uur per week? B, 12 tot 16 uur in de week? C, 17 tot 21? Of is het D, 22 tot 25 uur?
per week. En dat is les. Het is niet totaal hoe je bezig bent, maar alleen lesuur, les. Contacturen. Fysiek, ja, contacturen, ja. Fysiek op school bent. Ja, fysiek op school of Teams, één van de twee. Nu, alles via Teams, een beetje jammer, maar ja, dit ook. Kan jullie niet echt zien, maar ja. 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 Nou, een heel goed percentage had weer goed. Mag je misschien, ja, leg maar toe. Ja, je kunt zeggen, je hebt dan 12 of 16 uur in de week. Dus het zal een dag of vier heb je dan meestal dan dat je op locatie moet komen of je hebt dan online colleges. En meestal heb je één dag in de week heb je wel vrij. En dat wordt dus dan, als je kunt zien, 16 gedeeld door 4 of 12 gedeeld door 4, dus 3 of 4 uurtjes per dag. Dus dat is goed te doen. Dat is natuurlijk wel zelfstudie dan. Je hebt genoeg tijd voor bijbaantjes, sporten en dat allemaal, maar... Je moet niet denken, ik heb mijn les gehad, ik hoef niks meer te doen. Nee, je moet uiteraard ook dingetjes thuis doen. Maar dat is tegenwoordig hartstikke normaal. Hè. Ja, dus. Precies. Dan gaan we eens kijken. En, nou, ja, niks veranderd. Nee, Kira die houdt de streek hoog. En een snelle tijd. En ik zie 1 minuut 24. Gaat lekker. Maar ja, we zijn nog net over de helft heen. En net zagen we ook bij de vorige presentatie dat het nog altijd de andere kant op ging. Dus we gaan het zien. Tot de volgende vraag. Uit hoeveel vakken bestaat een periode gemiddeld? Is dat A uit 4 vakken, B 5 vakken, C 6 vakken of D 7 vakken? Je hebt dus 4 blokken in een jaar. En in iedere periode, in ieder blok, krijg je een aantal vakken. Ja, wat voor vakken zijn dat? Nou, hoeveel vakken zijn dat? Ja. Tja, je ziet 12 tot 16 uur les. Hoeveel vakken zouden daarin passen? En wat voor soort vak heb je ook nog? En wat voor soort vakken is ook nog een goede, inderdaad. Ja. Deze is zeer verdeeld. Niemand denkt D. Niemand denkt D, oké. Okay. Dat is dan wel het enige wat zeker is. Maar het antwoord is B. Het antwoord is B. Ja, je krijgt gemiddeld 5 vakken per periode. Het zijn 2 cursussen. Dat rond je ook af met een tentamen, dus een schriftelijke toets. Dan heb je een training wat je volgt. Dat is gespreksvaardigheid of schrijfvaardigheid, kan het ook zijn natuurlijk. Conflicthantering. Ben je heel veel bezig met jezelf en interactie. Heb je de PL-lijn. Dat is om je persoonlijk leiderschap, heet dat. Je persoonlijke ontwikkelingen en vaardigheden. Sorry, je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en jezelf sterker te maken in een punt waar je nog niet sterk in bent. Wat heel handig is voor management natuurlijk. Mm-hmm. En dan heb je altijd nog een project waarop je de stof die je dus leert in de cursus ook daadwerkelijk gaat toepassen in het werkveld. Dus je gaat naar bedrijven zoeken, je het vragen, hey, hebben jullie problemen waar jullie tegenaan lopen? Of je krijgt een probleem aangewezen, waardoor je echt met professionals bezig gaat zijn en echt in het werkveld bezig bent. Ja. Wat ook een heel... Een voordeel is van deze opleiding eigenlijk. Ja, zeker. Ja, je kunt een connectie maken. En ook goed voor je netwerk. En goed voor je netwerk inderdaad. Ook iets heel belangrijks, ja. Gaan we dan naar de volgende vraag. Eens kijken. Oei, Kira en Nina hadden het fout, maar de rest had het ook fout. Ja, de rest ook. En ik zie dat onderaan is iets veranderd. Floor is omhoog gegaan en Blumke is omlaag gegaan. Ja. Floor, wat snel geantwoord dan? Met deze vraag, het voorstellige antwoord. Oh ja, voor het snelle antwoord. Ja. Dan gaan we naar vraag 8. Hoe lang loop je in leer 3 en 4 stage? Is dat 8 weken in leer 3 en 8 in leer 4? Is antwoord A. Is het B, 12 weken in leer 3 of 12 en 12 in leer 4? Is het 16 en 16 leer 3 en 4? Of is het antwoord D, allebei 20 weken? Ja, het is loopt in ieder geval 2 stages. Dat is in ieder geval 2 stages. En natuurlijk heb je in dat eerste jaar die snuffelstage om te kijken wat nog bij je past, HRM of bedrijfskunde. Word je we zijn door naar de volgende vraag. Nou, je kunt zeggen, de meeste mensen hebben het goed, hè? 55% heeft het goed. 55% heeft het goed. Dus in het derde jaar is het dan gebruikelijk om dan ook nog dan van die andere mogelijkheden gebruik te maken. Dus bijvoorbeeld dan ook naar het buitenland kun je dan gaan. Dat heb ik dan gedaan. In het vierde jaar is dan meestal afstudeerstage. Dus dan ga je de helft van de tijd dan meewerken. En de helft van de tijd ga je dan aan je scriptie schrijven. Hè? En leuk dat je benoemt inderdaad die buitenlandstage. Je kunt hier, wordt heel goed begeleid naar het buitenland gaan, word je aangeraden. Is natuurlijk niet verplicht. Nee. Dat is ook wel voor een opleiding. Je mag ook lekker in Nederland blijven als het buitenland niks voor je is. Maar de opleiding biedt ook heel veel mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. En dat is een mooi bruggetje voor de volgende vraag. Ja. Inderdaad, ja. Maar eerst even kijken. Ja, oh, ja. Onderaan, ja, Floor is weer omhoog gegaan. Blumke is omhoog gegaan en Nina is er tussenin gekomen. En Kira staat nog eenzaam bovenaan. Eenzaam bovenaan, inderdaad. Ja. Dus, goed, vraag 9. Vraag 9. Hoeveel studenten gaan er op die buitenlandstage nou eigenlijk? Het percentage van studenten. Is dat A, 5%? Is dat B, 11%? Is dat C, 25%? Of is dat antwoord D, 32%? Ja. Alle studenten, hoeveel gaan er naar het buitenland toe? Ja, Tom is er geweest. Ik nog niet. Ik moet volgend jaar op stage gaan. Ja, ik zeg, je hebt geen keuze gehad. Nee. Dus, maar even kijken. Met 3 seconden. Wat te denken. Even split tussen B en C. Maar het antwoord is...
antwoord C. Een heel, het is toch verrassend, 25% is toch een enorm deel. Het is niet verplicht. Nee. En toch 25% wil het op naar buitenland gaan. Ook voor die ervaring, voor je netwerk op te bouwen. En het staat natuurlijk heel mooi op je CV. Dus dat is zeker aan te raden. Ja. En 25% van de opleiding ja, gaat naar buitenland. Gemiddeld. En goed voor de taal. En goed voor je taalontwikkeling. Je krijgt dan dat Engels en dan denk ik, nog beter Engels leren. En dan ga je lekker naar buitenland, toch? Ja, zeker. Dan gaan we kijken. Kira is gejoind door Nina. Nou, hey, allebei zeven goed. Oeh, ja. Dus Kira, Kira deze vraag fout inderdaad. Ja. Ja. Dan gaan we naar de laatste vraag. Ja, de laatste vraag. En je gaat over de studievereniging met business studies. Ja, hoe heet die eigenlijk? Is dat A, SKL, B, woord en daad, C, Volupia of D, Tragos? Tja, wat doet die studievereniging dan allemaal? Wat is dat? Ja, je kunt zeggen studievereniging. Dus dan moet je denken aan meetings, maar vooral informeel als formeel. Dus je kunt ook lezing hebben van iemand van een vakgebied van HR. Ja, dus of je kunt gewoon lekkere borrel. Kan ook. Lekkere borrel, tuurlijk, kan ook nog altijd. Dat is een heel verdeeld antwoord weer. Ja, maar het goede antwoord is A, SKL. En dat staat voor Stichting Kwaliteitskring Limburg. En dat is dus eigenlijk onze studievereniging. Dus veel zijn ook gewoon kwaliteitsmanager. Ja, dan, het is enorm handig. Want je leert steeds meer mensen kennen. En ook in dat werkveld die mensen kennen. Dus je verbreedt je netwerk enorm. En je leert er alleen maar van. Dus altijd, dat is iets. Zullen we gaan kijken wie gewonnen heeft? Ja. We gaan dan laten kijken naar wie er gewonnen heeft. En wie we een prijsje kunnen opsturen. Eens kijken. De nummer 3, Marco de Sart. 2, Nina. En 1, Kira Smits. Dus als ik even naar de volgende slide ga. Dus jullie kunnen alsjeblieft een mailtje sturen naar business-studies@zuid.nl. En dan met adresgegevens. En dan kunnen we jullie helemaal coronaproof een presentje thuis sturen. Ja. Ja, en dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor de aandacht en voor de quiz. En dan geef ik Sokje graag over, Roel, aan Jacques en Koen. Hey, je hebt het weer gehad voor vandaag. Dus veel plezier nog op de rest van de online dag. Ja. En hopelijk zien we jullie volgend jaar gewoon hier aan de linie. En succes met de keuze. Hoi, hoi. Goedendag, welkom bij de algemene presentatie van de opleiding Business Studies. Jullie hebben net meegedaan in de quiz. Jullie hebben al een en ander dus meegekregen over de opleiding, hoe een en ander in elkaar zit. We gaan dat nu iets meer uitdiepen en we proberen ook vragen te beantwoorden die jullie hebben. Als je vragen hebt, beantwoord die dan of stel die dan via Unibuddy. Dan kunnen ze misschien hier meteen oppakken en anders gewoon via het mailadres. Goed, zoals jullie zien is het al. Business Studies met het oog, ben je de manager met het oog voor mens en organisatie. En we hebben twee afstudeerrichtingen, bedrijfskunde en Human Resource Management. Bedrijfskunde, daar moet je iets bij voorstellen dat je in de organisatie gaat kijken van wat zou beter kunnen, wat zou anders kunnen. En dat beter wil niet alleen maar zeggen financieel beter, maar het kan ook zijn dat je zegt van wat kan maatschappelijk beter. Hoe kunnen we de klant beter bedienen? Dus het hoeft niet alleen het financiële aspect te zijn met beter te zijn. Of hoe kunnen we beter voor de medewerkers de zaken regelen? Dus dat is heel breed. En HRM, Human Resource Management, die kant kijkt voornamelijk naar de mens in die organisatie. De meeste van jullie zullen een bijbaantje hebben. Ja, de vraag is waarom heb je dat bijbaantje? Hoe heb je dat bijbaantje? Hoe ben je eraan gekomen? Kun je promotie maken in dat bijbaantje? Nou, dat zijn allemaal vragen waar HRM zich mee bezighoudt. Human Resource Management zich mee bezighoudt. Goed, dat als inleiding. Mijn naam is Jacques Zwijfenning. En ik doe deze presentatie samen met Koen. En Koen zal zichzelf even voorstellen. Ik ben Koen Franke. Ik ben derdejaars business studies student. En ik heb het uitschroomprofiel Human Resource Management gekozen. Goed, dan terug naar jullie. Wat vragen we van jullie? En dat is niet te vreemd dat we bij een hele brede opleiding ook eigenlijk een breed interessegebied van jullie vragen. Het is zo dat, om als voorbeeld, in de slide staat een redelijk cijfermatig inzicht. Dat wil zeggen dat je niet zoveel van cijfers moet weten als een accountancy-student of als een bedrijfseconoom. Maar je moet wel cijfers kunnen interpreteren. Dus als er een jaarverslag ligt van een organisatie, moet je wel kunnen zeggen van, hey, dat lijkt me een financieel gezonde organisatie, of ik zie toch wat risico's bij die organisatie. Maar je hoeft niet dat hele jaarverslag op te bouwen, zoals bij accountancy of bij BE wel. Voor de rest vinden we belangrijk dat je maatschappelijk betrokken bent, oplossingsresultaatgericht, het regelen en organiseren, dat je dat leuk vindt. En dat je interesse hebt in het werken met gegevens, want dat is ook steeds belangrijker. Koen, waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Mijn voorkeur gaat uit naar sowieso human resource management en de duurzame inzetbaarheid van personeel. En dat gewoon uiteindelijk iedereen op de juiste plek zit met de juiste competenties en gewoon met plezier naar het werk kan gaan later. Goed, nou dat zijn al heel wat termen die de revue zijn gepasseerd. Daar komen we dadelijk op terug. Even terug naar het gebouw. Waar zitten we nou eigenlijk? We zitten in Sittard. Jullie hebben al geantwoord en volgens mij hadden dat de meeste goed. Dat je ongeveer op 5 tot 10 minuten, eigenlijk 7 minuten loopafstand zit van het station Sittard. Als je de andere kant op loopt, zit je in het centrum van Sittard. En als je het gebouw binnenkomt, dan zie je het volgende. Zie je een centrale hand met die 3 grote bollen zie je hangen. En die 3 grote bollen, dat zijn eigenlijk de collegezalen. Dus dat zijn de plekken waar je les hebt met de meeste studenten. En daarnaast hebben we nog een hele hoop lokale, kleinere lokalen, waar je met 15 les hebt, met 10 of met 6 studenten tegelijk les hebt. Dus het is heel afwisselend qua gebouw. Die grote zalen, die zijn er eigenlijk om, die zijn goed voorzien van goede geluidsinstallatie, van goede stoelen. Niet in slaap vallen daar, maar het zijn op zich goede stoelen, omdat die 2, die paarse en die bruine zaal die je ziet, die zijn tot 3 uur zijn die beschikbaar voor ons als Zuidhogeschool. En na 3 uur worden die gebruikt door het filmhuis, dus dan worden er films gedraaid. Verder zit er nog een museum in, dat is een plein met er tegenover een bibliotheek. Dus er is van alles te doen hier vlak in de buurt bij die hogeschool qua locatie. Wanneer we even gaan naar de opbouw van de opleiding. En de opbouw van de opleiding ziet er eigenlijk uit met een hele brede generieke basis. Dus wat je ook kiest of wilt gaan kiezen, HRM of bedrijfskunde. De eerste 1,5 jaar, en dat waren die 18 maanden van die vraag net, doet iedereen precies hetzelfde. En dan zit ook vrij weinig keuzemogelijkheid. Er zit stage mogelijkheden in. Je kunt wat andere dingen kiezen, maar dat is voor iedereen hetzelfde pakket. En in die tijd kun je nog kiezen. Aan het einde van leer 1 maak je dan een keuze voor een afstudeerrichting. Koen, hoe heb jij die keuze gemaakt? Ik vond het heel mooi om samen te werken met alle verschillende personen eigenlijk in leerjaar 1. Je ziet eigenlijk al meteen dat mensen meer trekken naar de mensenkant of meer naar de bedrijfseconomische kans. En dat spreekt eigenlijk wel voor zich. Dus door het jaar heen, door te werken aan multidisciplinaire projecten, zowel voor HR of voor bedrijfskunde, kom je er vanzelf al achter dat je welke richting je het leukste vindt. En voor mij was dat Human Resource Management. Ja, dankjewel. Dat is op zich ook een keuze die je niet meteen in het begin van de opleiding hoeft te maken en waar we je bij ondersteunen natuurlijk. Vertel ik dadelijk ook iets meer over. Nou, na die generieke fase heb je inderdaad die afstudeerfase, afstudeerrichting, tweede helft van leerjaar 2 en dan leerjaar 3 en 4. Leerjaar 3, daar zit een half jaar stage in. Leerjaar 4 zit een half jaar stage in. Dus we proberen die praktijk zo dicht mogelijk bij jou te brengen. En niet alleen leerjaar 3 en 4, maar ook in leerjaar 1 zit er al een week stage in en beroepenveldoriëntatie. Dus daar zit al heel wat keuzemogelijkheden in en kennis maken met het werkveld. Goed, als we verder gaan, dan zien we hier de onderdelen die bij Business Studies belangrijk zijn. En dit zijn niet alle onderdelen, maar wel de belangrijkste aandachtsgebieden. En je ziet zaken als Business Intelligence, dat gaat over data. Wat wil dat zeggen? Dat als je beslissingen neemt in organisaties, zou het natuurlijk handig zijn als je dat niet doet van ik denk dat, maar dat je het kunt onderbouwen met cijfers, met gegevens en betrouwbare gegevens en niet zomaar iets pakt. Personeel en organisatie is duidelijk, denk ik. Hè, van de mens in die organisatie, hoe staat die erin? Hoe kun je die motiveren? Hoe motiveert die zichzelf? Hoe zorg je ervoor dat die mens in die organisatie optimaal functioneert? Want dat is natuurlijk de kracht van een goede HRM'er. Als die mensen in die organisatie goed functioneren, heb je over het algemeen ook een hele goede en prettige organisatie om in te werken. Management, dat vakgebied, dat gaat over het inrichten van een organisatie. Hoeveel leidinggevenden heb je nodig? Hoeveel lagen in een organisatie heb je nodig? Heb je wel leidinggevenden nodig? Kunnen de mensen dat niet zelf? Waarom wel, waarom niet? Nou, dat zijn allemaal vragen die bij management aan bod komen. En recht, Koen, dan kijk ik naar jou. Wat komt daar aan bod? Bij recht hoef je vooral geen zorgen te maken over dikke wettenbundels, et cetera. Want je gebruikt ze wel. Maar je gaat vooral kijken naar praktijkgerichte casussen. En daar heb je wel een wettenbundel voor nodig, maar je hoeft hem niet uit het hoofd te leren. Dus je kijkt heel praktijkgericht. Dus bijvoorbeeld, wat mag wel binnen een organisatie? Hoe ziet een situatie eruit tussen overheid en burger of tussen 2 burgers? Dan heb je het over publieksrecht en privaatrecht. Maar er gebeuren geen spannende dingen voor de rest. Je hebt het gewoon nodig voor in de praktijk te kunnen werken. Ja, geen spannende dingen. Dat zeg je nou, als je met data bezig bent, dan moet je natuurlijk heel goed oppassen met wie mag je die data delen, met wie niet. Dat valt dan onder het kopje privacy. En dat is toch wel belangrijk om daar goed op te letten. Je komt niet met zware criminelen in aanraking. Tenminste, voor zover ik weet niet. Dus je zit wel op het gebied van data, op ondernemingsrecht. Je zit, als je HRM gaat doen, op het gebied van arbeidsrecht. Wanneer heb ik nou een contract dat legaal is, wanneer niet.
noem maar op, dat soort vragen krijg je allemaal voorgeschoteld en daar kun je samen antwoorden op bedenken. Dan marketing, dat is een, denk ik ook een vrij logisch, hè? Want je moet ook als je producten of diensten in een organisatie hebt, moet je die aan de man brengen of aan de vrouw brengen, verkopen. En economie en financiën, dat is toch een belangrijke pijler. Niet de allerbelangrijkste, maar een belangrijke pijler waar organisaties op draaien. Dan komen we eigenlijk aan de indeling van dat eerste leerjaar, het eerste anderhalf leerjaar. We hebben eigenlijk vier onderdelen die je regelmatig terug ziet komen. Elke 10 weken zie je dus een project terugkomen. Dan werk je met 6 studenten en een docent samen aan een project. Je hebt een cursus en in een cursus zit je, wat ik net al zei, in een van die grote collegezalen. Of je zit in een kleinere zaal met een 20-tal studenten en dan is het meer interactief. Dan stel je vragen, heb je opdrachten gemaakt. Een training, daar moet je eens bij voorstellen dat je doen. Voor het gespreksvaardigheden, dat ga je net zo lang oefenen tot dat goed zit. Interviewtechnieken, hoe doe je dat nou? Mensen vragen stellen, doorvragen, goed luisteren, samenvatten. Dat zijn allemaal zaken die daar een rol spelen. Maar er zit ook een training in, informatievaardigheden en Excel bijvoorbeeld. Maar ook juridische vaardigheden, hoe zoek ik iets op in een wettenbundel als ik het niet precies weet. En de regielijn, dat is een hele belangrijke lijn, vinden we. Dat is de lijn waarin je kijkt van wie ben ik, wat kan ik, waar ben ik goed in, waar ben ik minder goed in. En die lijn helpt je ook uiteindelijk om die keuze te maken tussen bedrijfskunde en Human Resource Management. En later helpt die lijn je ook verder. Oké, wat voor professional ben ik? Wil ik bij een groot bedrijf, bij een klein bedrijf werken? Wil ik een specialist worden? Of ben ik meer een generalist? Nou, een hele hoop theorie. Koen gaat nou iets vertellen hoe het in de praktijk eruit ziet. Ja, wat misschien leuk om te vertellen is over het project, is een investeringsproject. Daarbij gingen we echt de praktijk in leerjaar 2. En daarbij hadden we een klasgenoot, de vader van een eigen café. Ja, dat was toevallig dan een Prime Café. En dan gingen we kijken van, wat zijn nou de wensen van deze meneer eigenaar? Wat heeft hij nodig? Waar willen we in investeren? Wat komt erbij kijken? Misschien een speciale vloer, muren, schilderijen, andere glazen, een inrichting. Maar denk ook aan verzekeringen of anders belasting gaan betalen. En is het nou wel goed om te doen, wel of niet? Dan gingen we kijken naar de terugverdientijd. En op het einde van het project kreeg je dan te weten of het wel rendabel was of niet. En daarmee wil ik dan zeggen is of het financieel haalbaar is. Ja, misschien een voorbeeld van een training. Oh, daar heb ik ook een leuk voorbeeld van. Een leuk voorbeeld van een training is conflicthantering. En daarbij staat het doel dat je samen in conflicten, dat je daartussen uit, of dat je, als je een conflict hebt, dat je eruit kan komen. En op het begin dacht ik heel fijn van, oh, dit ga ik wel goed oplossen. Ik weet hoe dat moet. Ik weet hoe het in elkaar zit. Ik los het dan met z'n tweeën even op. Ja, dat was niet hoe het in elkaar zat natuurlijk. Ik moest echt leren van, oké, goed naar elkaar luisteren. Naar elkaars wensen. Wat wil die andere persoon nou? Hoe komen we er samen uit? En dat volgde eigenlijk in de loop van de weken van de training. Goed, dankjewel. Dan stappen we nou over eigenlijk naar leerjaar 3 en 4. Hè? De afstudeerstage, de stage. Dat kan in binnen- en buitenland. Het verschil met voor de opleiding als international business is, bij international business moet je in het buitenland stage lopen. Hier mag je in het buitenland stage lopen. Je hebt gezien hoeveel procent ongeveer in het buitenland stage loopt. Maar het is dus niet moeten hier, maar mogen. Verder, na business studies, wat kun je dan doen? Daar kun je nog een aantal zaken doen. De meeste mensen gaan werken. Je zou ook ervoor kunnen kiezen om door te gaan studeren. Dat kan bij ons. Dan doe je 2 modules in plaats van het afstuderen bij ons samen met de Universiteit Maastricht. En dat betekent dat je daarna meteen toegelaten wordt tot de masteropleiding van de Universiteit Maastricht. Hoe ziet dat eruit? Dat werken, nou, dat zal niet verwonderlijk zijn, denk ik, hè, dat de meeste mensen gaan inderdaad werken, en 90%. Een aantal mensen zijn altijd nog op zoek naar werk. En dit is geloof ik 3-4 maanden na het afstuderen. En een aantal mensen die zijn gaan doorstuderen, dat is ongeveer 5%. En als je dan kijkt waar men gaat werken, dan is dat toch vooral in de regio Limburg. Dus wat dat betreft zijn we een economische, brede, praktijkgerichte, regionale opleiding. Dan misschien de vraag, en je kunt die vraag ook stellen van wat kun je daar nou mee worden? Wat word ik dan als ik groot ben? Nou, je ziet allerlei functies de revue passeren. Ik heb het ook net al aangegeven met dat brede. Hè. Je ziet hier functies die op het gebied van HRM zitten. Hè. Bijvoorbeeld HRM-adviseur, recruiter. En je ziet ook functies die op een andere terrein liggen. Op het terrein van bedrijfskunde. De business manager, de planner, de projectmanager, de business analyst. Dus dan ga je meer met data werken. Dus je kunt nog verschillende kanten op. En als dan de vraag is, waar ga je werken? Dan zie je dat je bij grote organisaties zowel als bij kleine organisaties kunt werken. Dus hier zie je een aantal grote organisaties. En het is logisch met zo'n woordwolk. Hoe groter het woord, hoe meer mensen daar werken.
Maar je ziet ook hele kleine organisaties, zou je kunnen gaan zien, die er tussen zitten. We hebben ook een aantal mensen bijvoorbeeld die een eigen onderneming zijn gestart. Koen, waar gaat jouw voorkeur eruit? Grote of kleine organisatie? Ik zou in ieder geval graag later willen werken bij een non-profit organisatie. Vooral omdat je daar ziet dat daar een familiecultuur heerst. Dus mensen geven elkaar, mensen zien ook echt de waarde in jou als persoon en niet als cijfertje. Dus hoe ga je nou met elkaar om? Bijvoorbeeld daarvan is dienend leiderschap. Het is gewoon, het is belangrijk dat iemand op de goede plek zit met de juiste competentie, met de juiste kennis. En het is gewoon belangrijk dat je gelukkig bent in je werk en niet dat je alleen maar veel geld op de bank hebt, want dat is niet het belangrijkste doel in het leven. Goed, dankjewel. Dat is denk ik heel goed verwoord wat je allemaal kunt met die opleidingen. En de financiële winstmaximalisatie is niet altijd het doel van een onderneming natuurlijk. Dan de toelatingseisen, HAVO-diploma, VWO, MBO 4 of een 21-plus-toets. Profielkeuze laten we buiten beschouwing. Waarom? Omdat we zowel op HRM-gebied als op juridisch gebied heeft niemand enige voorkennis en beginnen we toch van vooraan af aan met de stof. Koen, je hebt MBO gedaan. Ja, ik heb inderdaad MBO niveau 4 CIOS gedaan. Dan zou je kunnen afvragen van, sluit dat wel aan bij deze opleiding? Nee. Dat klopt helemaal. Niet veel aansluitingspunten, maar daarbij wil ik wel zeggen, als je gewoon naar de lessen toe gaat, je best doet en de stof gewoon goed bijhoudt, dan is het allemaal goed te doen. Want ja, ik zit nu in leerjaar 3, dus ik heb het toch al 3 jaar volgehouden. Ja, en die Koen houdt dat zeker ook nog langer vol. Een vraag, wat is de verhouding tussen praktijk en theorie bij deze opleiding? We proberen zoveel mogelijk praktijk te doen. Dat zie je met name terug in de projecten en in de trainingen. Die zijn heel praktisch ingericht. Bij de cursussen zie je, dat is vooral theorie. Verder heb je leer 1, heb je een week, een oriëntatieweek. Dus dan ga je kijken bij bedrijven en je hebt al 2 weken stage. Dus de praktijk zit al vrij vroeg en vrij uitgebreid in de opleiding. Dan was nog een vraag, maar die ging even voorbij. Business studies doen, maar ik vind het niet fijn om dat online te doen, omdat ik dat nu ook al lastig vind. Word je beter begeleid nu met online lessen? Koen, daar kun jij misschien iets over vertellen. Ja, daar kan ik inderdaad wel wat over vertellen. Vooral omdat ik in de eerste anderhalf jaar, eerste jaar gewoon fysiek les heb gehad. En nu online les. En wat ik zelf merk is dat docenten gewoon, net zoals ze eerst waren, heel toegankelijk blijven. En dat je gewoon, als je de lessen volgt, misschien een mailtje stuurt of je eens een keer opbelt. Dat kan allemaal gewoon. Dus het is gewoon prima vol te houden en het is ook gewoon te doen. Een paar voordelen inderdaad van de online is dat nog heel veel lessen worden opgenomen, zijn opgenomen. Dus als je voor een toets nog even wat dingen wil terugkijken, is dat heel handig. Wat we proberen is die lessen waar de meeste interactie nodig is, weer zo snel mogelijk hier op school live te krijgen. Want dat is toch het leukste, ook om klasgenoten te zien en om direct hele goede feedback te krijgen. Dat klopt. Wetenswaardigheden, er zijn een paar zaken. Er is 1 instroommoment, dat is september, dus we hebben geen februari instroom. En er zijn een aantal proefstudeerdagen en zodra het weer veilig kan, gaan we die hier op deze locatie weer live organiseren. Koen, iets vertellen over de social media? Ja, zeker. Dat is heel belangrijk tegenwoordig natuurlijk. We hebben een eigen Instagram-pagina van Business Studies. Die kunnen jullie gewoon vinden. Business Studies online intypen op Instagram en je komt er vanzelf. Dan vraag je misschien af, wat doen we daar? Nou, eigenlijk heeft elke 2 weken een ander student die Instagram-pagina. Zelf heb ik het ook een keer mogen doen, gelukkig. En daarbij kan je leuke foto's laten zien van, wat doe je nou? Wat doe je in je vrije tijd? Hoe pak je dingen aan? Wat voor onderwerpen bespreek je? Ja, je krijgt gewoon een heel mooi inzicht van de opleiding vanuit verschillende perspectieven en verschillende leerjaren. En ik zou vooral zeggen, volg de pagina, houd ons in de gaten en misschien tot volgend jaar. Goed, dankjewel Koen. Dan nog een slide over de decanen. Dat is een studiekeuze moment, een bijzondere omstandigheden, regelgeving, studeren met een functiebeperking. Klik even op de site en kijk dan daar verder. Het is speciaal voor de decanen. Vragen, die zijn al binnengekomen volgens mij. Ik zie op dit moment geen vragen meer. Dan wil ik jullie mede namens Koen bedanken bij deze presentatie. En dan schakelen we dadelijk over naar het interview met de studenten. Dat zijn studenten die uit verschillende leerjaren komen. En die leerjaren zeggen dus iets over de opleiding. Dus een student van leerjaar 1 kan iets vertellen over de overgang. Dan student leerjaar 2 of 3 vertelt iets over de stage. Maar dan geef ik nu het woord over aan Camille Wallace. Even dat ik de aanwijzing krijg dat ik kan beginnen. Ik laat het nog wel, dus ik denk. Ja,
Ja, mijn naam is dus Camille Wolfs. Ik ben docent bij Business Studies en ik ga samen met een paar studenten die op dit moment onze opleiding volgen, eens kijken naar hoe het hun vergaat binnen deze opleiding. Hè. Dus ik ga hun vragen stellen. Ik zit hier met 3 studenten, niet de minste studenten mag ik wel zeggen, want ik heb ze net al allemaal kort gesproken. De ene is wat verder in de opleiding dan de andere. Ik denk dat het leuk is als jullie je even kort voorstellen en daarbij gaan zeggen waar jullie zitten in de opleiding en waar jullie eens een beetje mee bezig. Zal ik gewoon rechts van beginnen bij Anne-Pauline? Ja, mijn naam is Anne-Pauline de Baas. Ik ben 21 jaar, inmiddels derdejaars student binnen deze opleiding. Ik heb als uitgangsprofiel HRM en ik heb net mijn meewerkstage afgerond bij Mediregia. Dus nu ben ik net weer begonnen aan het nieuwe blog. Ja, leuk. Misschien dadelijk vertellen wat dat is, maar daar komen we dan zo meteen wel op terug. Tegenover me zit Xavier, de nieuwste ster aan het firmament, zeggen ze dan. Hè? Xavier, stel jezelf ook. Ja, ik ben Xavier. Ik ben 21 jaar en ik zit nu in het eerste jaar op de opleiding Business Studies. Hiervoor heb ik het MBO juridisch medewerker, dat is uitgangsprofiel HRM. Ja, nou dan zat je toch al behoorlijk in de buurt van wat de opleiding hier ook doet. Je moet toch wel een en ander herkennen, denk ik. Ja, deels wel, maar het is vooral op mbo's en op laag niveau en hbo kan je er veel dieper op in. Ja, dat is eigenlijk het grootste verschil. Misschien ook leuk om dadelijk iets over te vertellen hoe die overstap gegaan is. En links van me zit Celine Kelderman. Ja, Celine, ik mag je nu begeleiden bij het afstuderen, dus dan vertel ik eigenlijk al een beetje waar je nu mee bezig bent. Ja. Maar goed, vertel eens even iets over jezelf. Ik zal even aanvullen. Ja, ik ben dus Celine Kelderman, 24 jaar. Ik ben dus vierdejaars student aan de opleiding met uitstroomprofiel bedrijfskunde. En ik heb van tevoren heb ik MBO gedaan op Leeuwborg en ben momenteel afgestudeerd bij Angie. Kijk eens aan, bij Angie. En dat is een bedrijf, wat doen die? Het is een dienstverlening in de technische sector. In de technische sector. Ja. Dus daar kom je in een mannenwereld terecht. In een mannenwereld, inderdaad. Ja, het is heel wat anders dan wat we misschien gewend zijn. Ja. Maar wel heel uitdagend. Ja. Ja, ja. Hoeveel, eigenlijk, als je nou moet inschatten, hoeveel procent dames studenten zijn er ten opzichte van heren studenten? Wat denk je binnen dat de opleiding? Binnen de opleiding. Volgens mij is het wel een redelijk gelijk. Dat denk ik ook. Het staat gelijk op. Ik denk dat wel 50-50 is. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Laten we beginnen bij Xavier. Xavier, je bent in het eerste jaar begonnen, dus je bent nu dichtst bij de studenten die moeten gaan kiezen. Hè? Ja. Vertel eens, we kregen ook al een vraag erover, online onderwijs. Het is toch niet heel fijn? Vertel eens, hoe gaat het? Nee, ik zelf, van mbo af, ga ik naar het hbo, denk je, studeren, een beetje het uitgaansleven, naar school gaan. Ja, komt corona kijken. In het begin van september was het wel 1 dag van school per donderdag. En de rest van de dagen was het dan online. Maar ja, sinds december is alles online. Dus eigenlijk alle lessen zijn online. Ja. Dus het is minder leuk dan je, dan je wilt, hè? Dan zo wil, is het gewoon. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Te hopen dat we snel maar weer offline kunnen beginnen. Ja. Gewoon weer in de klas kunnen gaan zitten. Ja, precies. En hopelijk al in kwartaal 4 een dag. Maar dat gaan we zien natuurlijk. We zullen het zien, ja. Wat ben je op dit moment mee bezig? Dus als je nou kunt vertellen van, wat doe je nou in het onderwijs? Als je zo'n dag beschrijft, wat moet ik dan aan denken? Wat doe je nu? Ja, en ja, het eigenlijk zijn 4 blokken, dus 4 thema's. Ja. Elk thema heeft zijn eigen vakpakket. Momenteel is thema 3 is business process management. Ja. Dus eigenlijk het doel is dat je naar een bestaande organisatie zoekt. Dus je gaat echt in het werkveld ga je in. En dan ga je een proces beschrijven bij dat bedrijf. En wat is een proces? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, eigenlijk als je zelf s'avonds hebt honger, je gaat pizza bestellen. Ja. Dan bel je naar de pizzeria en dan, ik wil die en die pizza. Dan is het proces al gelopen. Ja. En dat ga je dan eigenlijk bij een organisatie in kaart ga je beschrijven. Dus dan ga je kijken, hoe komt nou vanaf die bestelling totdat het bij jou aan de deur staat, de bezorger. Hoe loopt dat dan? Ja. Wat kan dan beter? Dat ga je eigenlijk in brede uitschrijven. Ja. Dus, en welke vakken volg je op dit moment? Momenteel heb ik inleiding recht, commerciële economie. Dat zijn de 2 cursussen die je hebt. Ja. Training, gespreksvaardigheden. Dus wat zijn gesprekken? Denk daarbij aan een exitgesprek, sollicitatiegesprek, hoe je gesprek moet volgen in organisaties. Ja. En persoonlijk leiderschap. Ja, dat is ook een onderdeel wat je aan het volgen. Precies. Toch nog even kort dan, persoonlijk leiderschap. Of zal ik dadelijk bij je terugkomen? Waar heb je zin in? Persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap, dat heb je eigenlijk het hele jaar door. In het begin krijg je dan een coach toegewezen. Ja, docent kunnen niet juist de rol te volgen, maar ik kan het bij een docent. En eigenlijk is het doel van persoonlijk leiderschap is dat je begint als student, dat je na de 4 jaar echt een beroepsoefenaar bent. Ja. Dus je komt eigenlijk jezelf kennen, ben ik productief, ben ik reactief, heb ik van de week als les gehad. Wat zijn je sterke punten, wat zijn je zwakke punten? Ja. Dus eigenlijk dat je als persoon leert kennen wie je bent. Ja, en dat je ook een goede keuze bijvoorbeeld weet. Ook dat. Ja, goed. Dankjewel. Anne-Pauline,
Je bent al iets verder in de opleiding, hè? Je hebt net je stage afgerond. Denk eens terug aan de tijd toen je moest gaan kiezen. Wist je toen al wat je ging doen binnen de opleiding? En had je al een beeld van wat je ging worden? Ik had voordat ik begon wel al een idee wat ik graag wilde. Ja? Want ik wilde heel graag het bedrijfsleven in. Dat leek me heel interessant. Ja. Maar wiskunde en ik, dat is geen goede match. Nee. Dus daarom heb ik gekozen om meer de mensenkant van de organisatie in te gaan. De human resource kant, zeg maar. Ja. Ja, heel goed. En je hebt dat gedaan. Hè? Je hebt keuze gemaakt voor dat profiel. Je hebt stage gelopen bij Medireva. Mm-hmm. Wat is dat voor een bedrijf? Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ten eerste is het een ontzettend leuk bedrijf. Geen reclame maken? Nee. Het is een medische groothandel, een medische speciaalzaak. Ja. En ze leveren van allerlei hulpmiddelen, van rolstoelen tot bedden en... bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Ja. En ze doen alles eigenlijk om het leven van hun klanten beter te maken. Het is een echt familiebedrijf, ook al is het nu heel erg gegroeid. Ja. Maar nog steeds die familiecultuur, dus dat is... prettig om in te raken. Ja. Hey, en wat heb jij dan moeten doen? Ik heb stage gelopen op de HR-afdeling. Een hele brede stage. Ik heb meegekeken met de werving en selectie. En dat ben ik ook zelfstandig gaan doen. Ja, leuk. Een heel stuk bijvoorbeeld ook verzuimcoördinatie. Ook meelopen met de HR-adviseurs bij verschillende soorten gesprekken. Dus ik heb heel erg veel gezien. Leuk, leuk. En nu nog het laatste jaar, hè? Ja. En dan? Ja, en dan? Ik twijfel nog een beetje of ik nog een master wil gaan doen of wil gaan werken. Ja. Ik weet gewoon nu dat ik die stage heb gedaan, hoe leuk ik het vind om echt in de praktijk bezig te zijn met alles wat ik nu zo vaak in de theorie voorbij heb zien komen. Maar toch lijkt het me ook wel leuk om nog heel eventjes door te gaan. Ja, nou, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Ik ga over naar de student die daar dichtstbij zit, want die is nu aan het afstuderen. Celine, je zit nu in het vierde jaar bij het afstuderen. Ben je bezig? Wat ben je mee bezig? Als jij nu opstaat, wat doe je dan? Dus natuurlijk vanwege corona moet ik vanuit thuis werken. Waar ik eigenlijk eerst mee start is eigenlijk even mijn mail bijwerken. Dat hoort natuurlijk bij. Maar vervolgens ga ik aan de slag met mijn opdracht. En dat is procesoptimalisatie. Dus dan ga ik kijken van hoe lopen de processen wat medestudenten al aan. Ja, dus hoe zijn de activiteiten georganiseerd? Ja, dat klopt. En vervolgens ga ik kijken van waar zitten de problemen in het proces. Van waar lopen ze tegenaan? Maar daarvoor ga je natuurlijk ook in gesprek natuurlijk met medewerkers of met afdelingshoofden. Dus zo ziet mijn dag een beetje uit. Dus we hebben ook vaak meetings als we het over het proces hebben. Ja. Dat we dat samen gaan vormgeven. En dan ga je uiteindelijk toewerken tot een gewenst proces. Ja, en dat is jouw rol om dat voor elkaar te gaan krijgen. Dat is mijn rol om dat... Heel kort, heb je al een idee wat je hierna gaat doen? Ja, ik wil graag gaan werken. Ja. Het heeft ermee te maken dat ik gewoon graag ervaring wil opdoen in het werkveld. En later wil ik dan wel kijken van welke master eventueel nog goed bij me past om daarop verder te gaan. Wellicht misschien dat ook nog. Ja. Ik ben jullie heel erg dankbaar voor dit gesprek. Ik hoop dat de studenten thuis ook wat meer weten van hoe het jullie nou vergaat in de opleiding. Wat na de opleiding gebeurt, dat zal met name besproken worden door mijn collega Annemarie Sommer met een paar studenten. Dat noemen wij dan zo mooi alumni, mensen die onze opleiding al gedaan hebben. Dus dit is hoe het nu gaat met jullie in de opleiding. Hierna gaan we over naar wat kun je eigenlijk na de opleiding. Dank jullie wel. Dank je wel. Graag gedaan. Welkom bij de presentatie met twee afgestudeerden, twee alumni. Ik laat je zelf even zichzelf voorstellen. Wil jij mee beginnen, Eva? Ja, ik ben Eva. Ik ben 27 jaar. Ik woon in Maastricht en ik werk bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen. En wanneer ben je afgestudeerd? In 2019. En aan welke richting? Human Resource Management. Human Resource Management. Nou, dankjewel Annemarie. Ik ben Ashraf Shouhabi. Ik ben 26 jaar inmiddels en ik werk voor Techgrounds als locatiemanager, learning coach en ook product owner in Amsterdam. En jij bent afgestudeerd vorig jaar? Klopt, ik ben afgestudeerd in maart 2020, net met de coronaperiode natuurlijk. En je bent afgestudeerd in richting bedrijfskunde. Bedrijfskunde, ja. Dus we hebben van allebei de uitstroomprofielen alumnus hier. Kunnen jullie wat vertellen over wat je nu voor werk doet en ook een beetje hoe je daar bent gekomen na je afstuderen?
Ik heb eerst gewerkt bij een onderwijsstichting. Daar werkte ik voordat ik was afgestudeerd al. En ik ben in coronatijd van baan geswitcht, wat natuurlijk heel gek is. Je moet ineens solliciteren online. En hoe werkt dat allemaal? Ja, is allemaal best wel gek. En toen ben ik bij het Centraal Bureau voor de Statistiek terechtgekomen. Heel veel studenten zullen ermee te maken krijgen, denk ik, zodra ze een onderzoek moeten gaan doen. Ja. Leveren natuurlijk heel veel data en statistiek. En als je een ondernemingsplan moet gaan schrijven, dan kom je daar geheid mee in aanraking. En ik werk daar bij HR Services. Dus echt de medewerker helpen met vragen die ze hebben. En ik werk bij Demand Management. En dat is echt HR Analytics. Echt analyses maken op basis van personeelsgegevens. Oké, dankjewel. En Ashraf, wat ben jij aan het doen qua werk? Van, ja, van alles een beetje. De opleiding was natuurlijk al heel breed, dus ook mijn werkzaamheden zijn ook heel breed. Ik ben dus deels locatiemanager, learning coach, een soort van docentachtige principe. En ook product owner van een bepaalde processen binnen de organisatie. En wat doet de organisatie precies? Wij geven dus gratis IT-opleidingen aan mensen in kwetsbare wijken. Mensen die in een situatie zijn beland waardoor ze niet echt een functie kunnen gaan uitoefenen. Bijvoorbeeld of een alleenstaande moeder die dan niet de mogelijkheid heeft om een studie te volgen of langdurige studie. En vaak snel aan de bak moet. Dat soort gevallen helpen wij vaak aan een IT-baan binnen 3-4 maanden. Dus het zijn IT-opleidingen? Inderdaad, met name IT-opleidingen. En jij doet de hele organisatie daaromheen? Ik ben verantwoordelijk voor de locatie, voor het opzetten ook van een locatie. En deels verantwoordelijk voor het opzetten van een curriculum. Dus echt de opleiding zelf. Een van de opleidingen doe ik organiseren. En daarnaast ook het CRM-systeem binnen de organisatie implementeren als product owner. En als je kijkt naar het werk wat je nu doet, wat voor onderdelen kom je dan tegen waar je tijdens je studie iets over hebt geleerd? Ja, relatief gezien veel zaken geleerd vanuit de opleiding. Bijvoorbeeld procesmanagement natuurlijk. We zijn een start-up, dus veel processen moeten geoptimaliseerd worden, gevalideerd worden. Dus dat aspect heb ik zeker meegenomen. Maar ook het onderwijsprincipes die ik dus meeneem in het bouwen van mijn curriculum. Op het moment dat ik eigenlijk alle voorbeelden die ik uit de school heb kunnen halen, kan ik daarvoor goed gebruiken. Zoals wat? Nou, de manier van het docenten die vaak in de praktijk hebben gezeten, meenemen in de projecten. Dat vond ik een heel goed aspect. Dus we nemen ook heel veel mensen uit het werkveld zelf in onze curriculum op. Die dan workshops komen geven of bepaalde lessen komen geven. Dus dat soort principes. Maar ook het menselijke aspect van de bedrijfskunde. Dus het menselijke aspect van de organisatie. Dat is vooral hetgeen wat ik hier goed geleerd heb. En dat kan ik echt meenemen in mijn werk. Door het menselijk te maken natuurlijk voor je. En ik neem aan dat ook onderdelen zoals verstand hebben van financiën, juridische zaken, commercieel, sales. Het volledige ondernemerspakket eigenlijk heb ik wel hier kunnen ontwikkelen. En dat is ook de reden dat ik daarvoor gekozen heb. Ja, dus het past eigenlijk heel goed bij wat je hebt geleerd. Wat je nu doet, zeker, in de praktijk. Gelukkig wel, ja. Ja. En hoe is dat bij jou, Eva? Wat heb jij voor een zaken geleerd in de opleiding die je nu nog regelmatig kunt gebruiken? Ja, ook heel veel. Vooral de communicatieve vakken heb ik heel veel aangehaald in het werkveld. Gewoon het omgaan met mensen. Hoe communiceer je op professioneel niveau? Als je moeilijke gesprekken moet hebben. Bij het solliciteren helpt het je natuurlijk ook. Want dat heb je in de opleiding gehad door? We hebben een training communicatieve vaardigheden gehad bijvoorbeeld. Waar je slecht nieuwsgesprekken oefent. Of dat soort dingen allemaal. En juridische vakken helpen je natuurlijk heel goed om bijvoorbeeld een cao te begrijpen, te ontleden van wat staat er nou precies en wat bedoelen ze daarmee en wat betekent dat voor een medewerker. Op de opleiding leer je natuurlijk wetten begrijpen en dat heb je in de praktijk heb je echt wel veel aan. Economische vakken zijn natuurlijk ook altijd wel gewoon belangrijk om de achtergrond van iets te weten. Ook al werk je in HR, kom je toch vaak, HR hangt vaak samen met toch wel financiële zaken, bijvoorbeeld salarisadministratie. Ja. Eigenlijk kom je heel veel dingen tegen, ook tijdens het werken, waarvan je eerst dacht van, oh, moet ik dat nou echt leren? Vind ik dat nou echt zo interessant? En als je aan het werken bent, denk je, oh, dit weet ik, hier kan ik wat mee. Dan valt het op zijn plaats. Ja, precies. Ja. Hoe heb jij de opleiding ingedeeld qua stages? Ik ben in mijn derde jaar naar Miami gegaan, in Florida. Ik heb een buitenlandse stage gedaan. Echt super leerzaam. Je leert een andere cultuur kennen. Een hele andere manier van werken ook. Zeker HR is iets heel anders eigenlijk in de United States dan in Nederland. Dus dat is heel grappig om te zien. Ja, en je leert gewoon echt zelfstandig te zijn. Je bent natuurlijk op jezelf aangewezen. Het is echt een aanrader, het stage buitenland. Ja, ik zou altijd zeggen, als je de kans krijgt, nu kan het nog. Als je later een baan hebt, hoe snel krijg je nog de kans om naar het buitenland te gaan? Ja, zeker. Dus dat zou ik altijd doen. Als je het wil en je kan het, dan zou ik het zeker doen.
En mijn afstudeerstage heb ik gewoon in het zuiden gedaan, in Maastricht. En bij wat voor organisatie heb je die gedaan? Bij een catering voor de luchtvaartmaatschappij. Dus zij leverden alle cateringen voor vluchten vanuit Luik, vanuit Maastricht, Aken Airport. Dus heel anders. Hele andere. Heel leuk. Ja. En jij, Ashraf, wat heb jij voor een stages gedaan tijdens de opleiding? Ja, ik ben ook in het buitenland geweest, buiten Limburg. En, ik ben op verschillende plaatsen geweest. Dus in Den Haag en de Tweede Kamer heb ik een tijdje mogen meelopen, waar ik ook veel geleerd heb. Daarna ben ik in Amsterdam actief geweest. Bij een stichting die met name jongeren helpt om hun schoolcarrière op te pakken. Dus een soort van huiswerkbegeleiding, organisatie die meer biedt dan je huiswerkbegeleiding. Dus echt rolmodellen voor ze inschakelt. De maatschappelijke problemen aanpakt, de thuisproblematiek aanpakt. Om die kinderen, jongeren te helpen hun schoolcarrière succesvol te laten afronden. En wat deed je daar? Want jij deed natuurlijk bedrijfskunde. Klopt, dus als bedrijfskundige loop je daar natuurlijk al heel gauw tegen de lamp op. Nee, maar het mooie daarvan was dat zo'n organisatie natuurlijk ook processen heeft die geoptimaliseerd moeten worden. Ja. Of geprofessionaliseerd moeten worden. En dan kom je daar als bedrijfskundige toch wel goed van pas. Dus er lopen dus allemaal mensen rond die dan een maatschappelijke tak van sport kennen. Ja. Maar dan zit jij er toch echt met een ondernemend perspectief, organisatorisch perspectief, alle processen wat efficiënter te maken. Dus dat was wel een mooie samenspel om te doen. Ja. Ene kant bedrijfskunde, aan de andere kant het maatschappelijke van het werk. Ja, en daar heb je voor je afstudeerstage ben je daar ook gebleven, hè? Ja, ik ben daar voor mijn afstudeerstage ook gebleven. Het was een unieke situatie natuurlijk. Omdat samen met Zuid hebben we toen de samenwerking gehad om voor mij dat voor elkaar te kunnen krijgen. Want natuurlijk, zoals je zei, het is geen bedrijfskundige organisatie. En ik was bezig ook met een onderneming starten die tijd. Dus gelukkig, dankzij de maatwerk dat Zuid heeft geleverd, was dat voor mij mogelijk. Je ziet dat je daardoor wel heel veel kansen eigenlijk opgaan, heel veel deuren voor je opgaan. Omdat je dan die mogelijkheden mag doen, in een nieuwe wereld terechtkomt. Andere mensen leert kennen, ook die tak van het sport zeg maar leert kennen. Dat maakt het zo mooi, dat het zo'n brede opleiding is. Dat je eigenlijk in alle sectoren actief kunt zijn. Ja, ja zeker. Even kijken, en hoe heb je eigenlijk die baan gevonden waar je nu zit? Ja, ook via mijn stage toevallig. Dus echt netwerken. Ja, netwerken vooral. Netwerk is ook iets wat jullie in het eerste jaar al leren. Mm-hmm. Het is echt hoe belangrijk het is voor je stage, voor je baan. Ja. Precies. En jij hebt ook via dat netwerk heb je deze baan waar je nu zit ook gevonden. Inderdaad, was via mijn baas van mijn stage, die had dan een nieuwe organisatie opgericht. En dan mocht ik meteen in doorstromen. Dus dat, ja, zie hoe belangrijk dat is. Hè? Zeker, hoe is dat netwerk bij jou? Is goed. Bij jou gegaan, Eva? Hoe ben jij aan die stages gekomen? Ik wilde altijd al graag een keer naar Amerika. Vanuit de opleiding moest ik dat zelf natuurlijk gaan organiseren. Nou, ik kreeg wel wat hulp, Ik kreeg zeker hulp. Okay. Maar ik moest wel zelf op zoek ook naar een organisatie. Ja. En ik heb daar toen een bemiddelingsbureau bij ingeschakeld. Die hebben me daarbij geholpen. Ja, dan moet je natuurlijk ineens je visum gaan regelen en zo. Dat is best wel veel bij kijken. Maar wel heel spannend. En ja, dan ben je je echt al aan het voorbereiden op je periode dat je zelf ook alles moet regelen. Dus dat is een goede voorbereiding daarvoor. En naar de ambassade geweest natuurlijk in Amsterdam. En toen op het vliegtuig gestapt naar Miami. Daar ook een huis zelf geregeld via social media. Tegenwoordig kan je alles natuurlijk via social media regelen. En vertrokken. En een hele leuke tijd gehad. Een leuke stagebegeleidster ook. Vanuit Nederland konden we dan natuurlijk zoomen met haar. En echt superleuk. En je stage in Nederland, hoe heb je die gevonden? Die heb ik via Zuid gevonden. Die hebben ook een soort databank met... Waar alle stages op staan. Waar alle stages op staan. En ik had zoiets van, nou, deze keer zoek ik het lekker dicht bij huis. Dan blijf ik lekker in Maastricht. Dus heb ik via jullie eigenlijk het bedrijf gevonden waar ik mijn eindstage gedaan heb. Ja, ja. En als je nu kijkt waar je nu staat, wat zou je denken wat wil je nog verder gaan doen? Wil je nog bepaalde dingen gaan ontwikkelen? Ik denk dat het altijd belangrijk is om jezelf te blijven ontwikkelen, dingen blijven leren. Je leert heel veel van collega's, van andere mensen die al jaren in het vak zitten. En ook gewoon jezelf blijven bijscholen. Als je studeert, dan heb je zoiets van, ik wil klaar zijn met studeren, ik wil gaan werken. En als je aan het werken bent, denk je, nou, ik wil eigenlijk nog wel wat bijleren. Ja. Dus dat is altijd wel heel grappig als je daarover nadenkt. Gewoon jezelf blijven ontwikkelen. Ja. Ja. En je zei net, je werkt eigenlijk voor twee afdelingen. Zijn er ook echt verschillen in de werkzaamheden die je doet? Ja, er zit wel echt een groot verschil in. Bij HR Services hebben we natuurlijk echt wel veel contact ook met de klant. Bij ons zijn dat dus de medewerkers. Nu met corona is het iets anders, omdat je natuurlijk allemaal thuis werkt.
Maar dat is echt heel veel klantcontact, klantvriendelijkheid komt erbij kijken. Ook dingen die je vanuit de opleiding natuurlijk ook meekrijgt. Maar wat krijg je dan bijvoorbeeld voor een vragen als op HR-gebied? Bijvoorbeeld iemand die zegt van, goh, ik wil met ouderschapsverlof, wat moet ik daarvoor doen? Hoeveel uur ouderschapsverlof heb ik? Wat betekent dat voor mijn salaris? Of mensen die van hun secundaire arbeidsvoorwaarden gebruik willen maken, die hun IKB-budget heet dat bij ons, willen inzetten voor een speciaal doel. Dat kan fitness zijn, een fiets, noem maar op. En gewoon ja, vragen over de CAO. Alle dingen die medewerkers willen weten. En dan moet je eigenlijk per individu gaan kijken wat het beste past, welk advies je moet gaan geven. Ja, we proberen het gewoon zo goed mogelijk uit te leggen aan de mensen. Van wat houdt dit dan precies in? Dat is een beetje wat we doen. En vertel eens een beetje hoe jouw dag eruit ziet, Ashraf. Hoe ziet mijn dag eruit? Met coronatijd natuurlijk iets anders dan normaal. Maar je begint met dag starten, weet je, met de teams ga je natuurlijk de afspraken maken voor de dag. Wat gaan we doen vandaag? En vervolgens begin ik met een klas aan te sturen van 25 deelnemers. Want je vertelde net, jullie doen opleiding op het gebied van ICT. Dat zijn meerdere opleidingen. Klopt, ja. En jij bent dan verantwoordelijk voor? Ja, we hebben dus drie opleidingen. Eén is echt webdevelopment, de ene is cloud en de andere is CRM-applicaties bouwen. En ik ben verantwoordelijk voor het gedeelte CRM-applicaties bouwen. En begint dat al, ben je ook al betrokken bij de mensen die zich aanmelden of hoe gaat dat? Ja, precies. Dus ik heb een dubbel rol eigenlijk. Dus ik zit als locatiemanager en learning coach erin. Dus ik ben deels verantwoordelijk voor de werving van deelnemers. Vervolgens leid ik ze zelf op en vervolgens ga ik ze weer plaatsen bij andere organisaties. En bij die werving, daar ben je ook echt betrokken bij het stukje selectie. En dus eigenlijk zit er bij jou ook best nog wel wat HR. Ja, veel HR. Ja. Mensen kennis hebben, mensen coachen, mensen aansturen, ziekteverzuim tegengaan in je klas. Dat soort dingen, zeker, dat neem je allemaal mee inderdaad. Dus ik heb ook veel... Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, de HR-vakken, ik heb toen niet voor HR gekozen. Maar de HR-vakken hebben mij wel het menselijke aspect aangeleerd van bedrijfskunde. Dus de human capital, dat je dat meer gaat zien als hoe ontwikkel ik de personen binnen mijn organisatie om uiteindelijk die goed, mooie organisatie te hebben. Ja. Dus minder alleen maar processen verbeteren, maar ook mensen verbeteren. Ja. Dus dat aspect, en je houdt je dan niet alleen bezig met de cursisten, zal ik het maar noemen, ook met de docenten die binnen het programma lesgeven? Inderdaad, die mensen die workshops komen geven bij ons in dat geval dan. Daar ik in ieder geval de organisatie daarvan, maar ook de invulling daarvan. Dus tweedelig. Normaal gesproken heb je echt een losse rol, maar als we nog een start-up zijn, is het goed mogelijk om beide te doen. Maar normaal gesproken zou je dan alleen locatiemanagement doen, meer de faciliterende rol hebben. Maar nu moet je ook inhoudelijk dingen gaan invullen en bepalen, uitzoeken. Dus dat is wel spannend altijd. Ja, het is wel leuk om te zien dat bij jullie allebei toch eigenlijk niet alleen, bij jou niet alleen HR, maar ook het bedrijfskunde en het juridisch en het financiële een rol speelt en bij jou ook. Ja, dus wat dat betreft past het wel heel goed bij business studies, waar je toch van allebei de specialisaties wat meekrijgt. Precies, ik denk dat het ook meerwaarde heeft, die twee optieken. Ja, denk ik ook. Als jullie nou een tip moeten geven aan studenten die nu zitten te kijken en die denken, is business studies iets voor mij? Wat zou je dan zeggen, Ashraf? Ja, is business studies iets voor jou? Ja, zeker. Business study, ik zou het zeker iedereen raden om te doen. Wanneer is het iets voor de studenten? Vooral als je een ondernemende instelling hebt en je wilt jezelf niet in een bepaalde hoek duwen. Je wilt eigenlijk in alle sectoren nog actief kunnen zijn. Dan is bedrijfskunde, of ja, business studies natuurlijk inmiddels een hele goede keuze. HR ook een hele goede keuze voor het menselijke aspect. Maar de echte tip die ik wil meegeven is, ongeacht welke opleiding je gaat doen, zorg er in ieder geval ook dat je als mens verder ontwikkelt. Want de studieperiode is eigenlijk een gouden kans om onszelf, relatief gezien gratis, te kunnen ontplooien tot een geweldig persoon. Dus maak gebruik van die kans en ga niet alleen naar de colleges toe om de tentamens te halen, maar probeer jezelf ook echt te ontwikkelen. Als persoon. Ja, precies. Ja, probeer jezelf echt uit te vinden. Ja, mooie tip. Ja, ik zou vooral zeggen, ben niet bang dat de studiekeuze nu al voor jou bepaalt waar je over 10 jaar staat. Je hoeft nu echt nog niet te weten wat je voor de rest van je leven gaat doen. Het is zo'n brede opleiding. Je kan inderdaad de businesskant op, de HR-kant op. Maar binnen die kanten zijn nog zoveel mogelijkheden. Ja. Je hoeft echt als 18-jarige, 20-jarige, 25-jarige echt niet te weten wat je gaat doen. Je krijgt zoveel kansen en mogelijkheden met stages inderdaad. Hè. Je kan je zo ontwikkelen. En ja, als je ergens last van hebt, of je hebt het moeilijk, of je weet het gewoon even niet van, hè, dit vak, echt moeite mee. Er is altijd zoveel hulp vanuit de opleiding om jou te helpen en om je te ondersteunen. En weet je, het is allemaal heel spannend. Je gaat voor de eerste keer studeren. Je hebt het gevoel van, deze keuze gaat de rest van mijn leven beïnvloeden. Zeker. Maar je hebt nog zoveel mogelijkheden om jezelf daar echt een beetje de weg in te vinden. Zeker, want het is een brede opleiding. Dus kan je absoluut nog zoveel kansen. Je kan zoveel kansen op. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt allebei voor jullie bijdrage. Altijd leuk om onze afgestudeerde, onze alumni terug te zien.
En ja, mocht je als toekomstig, potentieel toekomstig student nog vragen hebben, dan kun je altijd via de chat deze stellen. En dan wil ik bij deze onze voorlichting afsluiten en heel erg bedanken voor de aandacht. Dankjewel. Dankjewel. Yeah. Lampjes uit.